Hey, leuk dat je er weer bent. Ik ben echt blij dat ik hier weer ben. Maar hoe is het met jou? Ja, maar niet klaar. Ik voel me eigenlijk best wel heel goed. Oké. Okay. Dus, en jou dan? Ja, ik ben moe, hè, zoals altijd. Ja. Maar verder gaat het eigenlijk wel best goed. Oké, nou gelukkig. Ja. We hebben het er natuurlijk wel eens vaker over gehad. Maar hoe is Fabrie eigenlijk bij jullie... ontdekt of wanneer ben je erachter gekomen? Ja, ik was natuurlijk altijd al moe wel en kwam vaak bij de dokter en die kon dan niks vinden. Maar uiteindelijk bleek dat ik het van mijn moeder heb geërfd. Okay. En zo is het, is het ook weer doorgegaan naar mijn dochters. En bij jou dan? Nou, mijn moeder was dus juist wel heel erg ziek. Ze is ook al overleden toen ze nog maar 57 was. Oh jee. Dus dat was echt wel heel jong. Mm. Alleen, het werd niet gelinkt aan de ziekte van Fabrie. Mm. Terwijl ze overleden is aan hart- en nierfalen. Ja. En ik heb zelf dus ook klassieke Fabrie, net als jij. Ja. En allebei mijn dochters hebben ook de ziekte van Fabrie. En die hebben dus ook heel veel problemen, ondanks dat ze nog maar heel jong zijn. Ja. Er heel veel verschillen kunnen zijn. Ja, inderdaad. Want mijn moeder was dan eigenlijk vrij gezond en actief. Ze had ook nog een zus, die is eigenlijk ook oud geworden. Ja. Die is 86 geworden. Ja. Maar nichtjes van haar, die het later ook bleken te hebben, die hadden weer veel meer problemen met hun nieren. Dus in die zin, ja. En ik heb dan ook twee dochters die... ook aangedaan zijn, maar die hebben weer heel weinig klachten, ja. Of eigenlijk geen klachten. Nee. Wat een verschil, want mijn dochters hebben dus wel heel veel klachten. Ja. Mijn jongste dochter heeft eigenlijk voor haar 13e al problemen gehad. Ze heeft witte stofafwijkingen en ze heeft al een CVA gehad op haar 16e. Ja. Dus ja. En mijn oudste dochter die werkt voor zichzelf, ze is medisch pedicure, maar die kan niet meer dan 30 uur per week werken, omdat het gewoon, ze hebben heel veel last van pijn, extreme vermoeidheid is echt een heel vervelend probleem. En natuurlijk, er zijn ook heel veel vrouwen die geen of bijna geen problemen hebben, maar het gaat er juist eigenlijk om dat die vrouwen die wel heel veel problemen hebben, want die kunnen ook net zo ziek worden of net, die kunnen ook heel veel problemen hebben, net als mannen met Fabrie. Dat die gezien worden, dat daarna geluisterd wordt en dat het serieus genomen wordt. Ja, want dat vond ik ook een probleem. Kijk, ik had natuurlijk die ziekte, maar ik wist het niet. Nee. Maar ik had heel veel problemen en ik liep maar naar de dokter en die zei dan na allerlei onderzoeken van nee, je hebt gewoon niks, je bent niks gezond. Niks te vinden, ja. Niks te vinden, dus uiteindelijk werd ik bestempeld als depressief. Dus ja, en hij schreef me pillen voor, antidepressiva. Dus ja, ik zei, ik ben helemaal niet depressief. Dus ik ben 1,5 jaar onder behandeling van een psycholoog geweest. En in groepstherapie en alles geweest. Maar uiteindelijk zei die arts van, ja Annelies, we hebben leuke gesprekken. Maar ik denk niet dat je depressief bent. Nee. Er moet gewoon iets anders aan de hand zijn. Hoe vond je dat? Ja, dat vond ik vreselijk. Ja. Ik werd er helemaal opstandig van. Ja. Ik was zo kwaad altijd. Ja. Omdat je gewoon niet gehoord werd. Nee, het wordt niet serieus genomen eigenlijk. Omdat bekend was dat vrouwen met Fabrie eigenlijk alleen maar draagster waren. Ja. Toen ik die TIA had op mijn 20ste, 23 was ik ongeveer, heb ik een maand lang in het ziekenhuis gelegen en ze konden dus niks vinden. En toen wisten ze ook nog niet dat het Fabrie was? Achteraf staat in mijn dossier, patiënt is bekend met Fabrie, waarschijnlijk via mijn moeder dan. Alleen het werd niet gelinkt aan de ziekte van Fabrie, want vrouwen konden niet ziek worden. Ja. Hey, maar jij hebt toch ook de klassieke vorm van de ziekte van Fabrie? Wat zijn jouw symptomen dan eigenlijk? Nou, dat begon al toen ik vrij jong was. Toen kreeg ik ineens koortsaanvallen. Heb ik een week in het ziekenhuis gelegen, maar ze snapte niet waar het vandaan kwam. Heb ik echt 6 weken hoge koorts gehad. Toen had ik na jaren een hele lage hartslag van 28 slagen per minuut. Weer in het ziekenhuis, wisten ze weer niet waar het vandaan kwam. Maar op dit moment heb ik heel veel last van mijn hart. Mijn hart functioneert niet goed meer. Dus er is geadviseerd om een ICD met een pacemaker te plaatsen. En ik heb altijd last van maag en darm. Ja, darmen. Dat hoor je heel vaak inderdaad. Niet alleen bij de mannen, maar zeker ook bij de vrouwen. Ja.
De enige mannelijke fabriekpatiënt in onze familie, die is internationaal chauffeur, woont in het koude noorden van Noorwegen, heeft geen hartproblemen, heeft geen witte stofafwijkingen, heeft geen nierproblemen. Alleen de pijn in handen en voeten, de neuropathische pijn. Moet eens kijken, wat een verschil. Wat een verschil, ja. En hij is al 42, dus dan zou je zeggen van hij zou veel meer problemen moeten hebben dan mijn dochter die nog maar 30 is. Ja. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. En als ik dan naar mezelf kijk, ik heb een verdikte hartspier, ik heb doofheid, ik heb al 8 jaar lang gehoorapparaten in beide oren, ik heb fibrose in mijn hart, ik heb eiwitimmunurine, ik heb de angiokeratomen, de rode vlekjes op je lijf en eigenlijk alle symptomen die een man met fibrie ook heeft. Dat vrouwen echt ook klachten kunnen ontwikkelen. Ja, dat kwam eigenlijk bij mij pas naar voren toen ik erachter kwam dat er een patiëntenvereniging opgericht was. Ja. Dat is nou al ruim 20 jaar geleden, denk ik. Maar hoe lang kennen we elkaar eigenlijk al? Ja, dat is al een hele tijd, Erika. Ja. Dus bijna 20 jaar. Ja, toen was jij als eerste, voor het eerste jaar. Ja, een jaar na de oprichting ben ik inderdaad in het bestuur gekomen. En volgens mij 4 jaar later ben jij erbij. De patiëntenvereniging heeft nu bijna 160 leden. Ja. En 74% daarvan is vrouw. Van de helft, ongeveer de helft van de leden is gediagnosticeerd met fibrie. En daarvan is 74% vrouw. Nou, moest dus, kijken. Ja, 74%. Dat is een hele hoop. Ja. En vandaar ook dat ik met de vrouwendagen ben begonnen. Eerst de nationale en later de internationale. Vrouwen willen lief en leed delen, willen huilen, lachen met elkaar. De Palleward hebben we gedaan. We hebben een project gemaakt met een vragenlijst voor vrouwen. Hebben we de Palleward prijs hebben we gewonnen, $10.000. En daar hebben we heel veel die vragenlijst inderdaad. Ja. Waaruit is gekomen dat vrouwen met fibrie inderdaad significant meer gewrichts- en spierproblemen hebben in vergelijking met een controlegroep. Toen waren we ook nog zo trots dat dat ook gepubliceerd werd in een medisch tijdschrift. Ja, we zijn hebben goed toch, bezig. Ja, dat bezig. Hebben wij toch wel wij zijn voor goed elkaar. Bezig. In vele landen zijn ze een internationale vrouwendag, want we krijgen toch ieder jaar weer berichten uit. Maar er zijn heel veel landen waar nog steeds alleen maar over draagsters wordt gesproken. En wij zijn er trots op dat we het woord draagster in die zin uit de wereld kunnen helpen. Die term die willen wij niet meer horen. En ik hoop dus inderdaad dat dat internationaal ook opgepikt wordt. En dat vrouwen met de ziekte van fibrie, de klassieke ziekte van fibrie wil ik er wel bij zeggen, ook best behoorlijke problemen kunnen hebben. En dat vergeet ons niet. Denk ook aan ons. En inderdaad, er zijn ook vrouwen die hebben weinig klachten. Maar het gaat vooral om de mensen die veel problemen hebben. Ja. Luister ernaar en doe er wat mee, zou ik zeggen. Dat is eigenlijk onze boodschap. Ja. Ja, vergeet ons niet. Wij samen, wij kunnen bergen verzetten. Zo is dat. If you replace I by we, even illness becomes wellness. En die positiviteit zou ik om willen zetten om nog meer dingen te kunnen gaan doen. Voor zeker. Mensen en vooral voor vrouwen met de ziekte van fibrie. Ik hoop dat we dat wereldwijd ook wat meer... Dat we wereldwijd de vrouwen onder de aandacht. Dus er is inderdaad echt heel veel positief over te zijn. Ja, zeker. En wat we in ieder geval willen bereiken is dat de misdiagnose van vrouwen met de ziekte van fibrie, dat we daar nog meer bekendheid aan kunnen geven. En in die zin heel veel voor vrouwen met fibrie kunnen gaan betekenen. Dat is eigenlijk ons doel.